Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, de hoogste tijd. Vandaag weer No Waste Monday. Wat we gaan maken, dat zien jullie straks. Tot zo. Oké, wat gaan we maken? Als je gamma schoonmaakt, dan heb je altijd de koppen en de schillen heb je over. Normaal gesproken zou je die weggooien. Op deze No Waste Monday gaan we daar gamba olie van maken. Wat hebben we daarvoor nodig? 3 teentjes knoflook. Ik heb hier de gamba koppen en de gamba schillen van 4 gamba's en gewoon neutrale olie. Dan gaan we beginnen met maken. Dan heb ik hier een pan op het vuur gezet. Dan doen we een klein beetje olie in. En dit laten we even heel erg goed warm worden. Pakken we de gamba schillen en de gamba koppen. Dat doen we in de olie. Als die goed heet is, goed hard aanbakken. Dan doen we er tegen spullen ook erbij. En een beetje zout. En als dat goed aangebakken is, doen we de olie erbij. Dan draai ik het vuur terug. En laten we dit geheel infuseren op 60 graden. Je ziet dat het nu een klein beetje gaat koken. Dat komt omdat er vocht uit de gamba's komt. En dit gaat zo meteen nog een half uurtje infuseren op 60 graden. Zo, mijn gambaolie heeft een half uurtje geïnfuseerd op een graadje of 60. Draai het vuur uit en dan is het enige wat we nog moeten doen, is 7. Zo, en dan is je gamba olie klaar. Je ziet die mooie rood geworden van de gamba's. Helemaal vol met smaak. Ja, en ik kan hier natuurlijk, laat hem nu lekker afkoelen. Je zou dit als component in een salade kunnen gebruiken met vis. Dus extra smaak maken. Je kan er een crème van maken. Je zou er een mayonaise van kunnen maken als de olie koud is. Dan heb je gamba mayonaise. De toepassingen zijn reuze. Dit was No Waste Monday met de olie van het afval van de gamba's. Met de koppen en met de schillen. Voor de rustelijke video even liken, abonneren. Vergeet het belletje niet om melding te ontvangen. En ja, nu zie je me wel weer woensdag. Vorige week was ik even een beetje ertussenuit op vakantie. Dus we hebben de woensdag en de zaterdag overgeslagen. Maar vanaf nu zijn we er gewoon weer 3 keer in de week. Dus tot woensdag. Doei doei.